blijft in beweging. Zodra je stilstaat, ben je ook af. En dan ga je aan de kant staan. Ik ben anderhalf jaar geleden met pensioen gegaan en ik zat een keer het jeugdjournaal te kijken en toen zag ik dat ze het ergens bij een andere atletiekvereniging deden en toen dacht ik, nou, dat lijkt me gewoon een heel leuk project voor onze atletiekvereniging. Even kijken, 6. Ik merk dat ze conditioneel erop vooruit gaan. Rij hem niet omver, hè? En wat ook vooral heel erg goed is, dat ze het heel erg leuk vinden. Bij de gewone groepen, hè, die mensen, is het vanzelfsprekend dat ze kunnen lopen. Maar deze kinderen die gaan er gewoon in en ze hebben gewoon plezier om te rollen en je hoort ze eigenlijk ook nooit klagen. Dus, en komen ook niet met allerlei dingen van, oh, ik heb hier last van, ik heb daar last van. Dat hoor je bij deze kinderen niet. Terwijl in de reguliere groepen, daar is altijd wel wat natuurlijk. Oké, okay, goed zo. Nou gaan we even die voeten naar voren gooien. Ja. Oké, okay, goed zo. Nee, ze zit aan mijn benen. Wat is het precies? Even denken. Eigenlijk, bijvoorbeeld, ik kan niet van mijn huis naar de stad lopen. Oké. Maar hier gaat het wel supergoed. Ja. En dan merk je ook dat de benen echt veel sterker worden. Ja. Wat ze eraan hebben? Nou ja, voor sommigen is het gewoon heel leuk om over die baan te kunnen hollen. Maar er zijn er ook bij die willen op een gegeven moment ook wedstrijden gaan lopen. Dan gaan we dus met alle racerunners gaan we achter elkaar en dan gaan ze steeds naar voren. Nu eigenlijk al na een paar maanden ook het samenwerken met de kinderen. Hè? Want in het begin was er geen contact onder elkaar. En dan doen we zo'n spelletje dat ze wel contact met elkaar moeten maken en moeten samenwerken. En dan kruipen ze ook een beetje uit hun schulp. Dat is wel heel leuk om te zien, ja. Dus rondrennen. En als je niet getikt wil worden, gaan de voeten omhoog. 3, 2, 1 en rennen maar! Nou, ik ben sowieso hier trainster bij Atletiek Maastricht. Dat doe ik al 18 jaar. En zelf loop ik al 40 jaar lang hard. Marathons heb ik altijd gelopen, ja. Van tevoren werd er gezegd, nou, ik weet niet of je dat klaar krijgt om zo'n project op te zetten. Want er zijn toch wel veel hindernissen met vervoer, met ouders. En ik moet zeggen, daar heb ik nog nooit last van gehad. Ze zijn heel erg positief. Hoe gaat het? Goed.